Hallo, hallo. Hallo jongens. Hi. Het gaat goed jongens, hoe gaat het met jullie? Ja, we hebben geoefend, maar je was erbij, het gaat steeds beter. Hè? Steeds beter. Ja, een soort van naar Jos, die bent die steeds beter wordt. En je was hier een half jaar geleden, dat was in januari volgens mij. En uiteindelijk ook een jaar, precies een jaar geleden in de avondploeg. Nou, morgen precies een jaar geleden was je hier ook bij de avondploeg. Het lijkt wel een soort van tandartsafspraak eigenlijk. Dat je het half jaar even langskomt voor controle. Ik wil het vaker eigenlijk jongens, kan dat? Ja, als het stuur, kom lekker langs, gezellig. Ja, januari 2016 hè, kunnen we nu al goed of wie staat? Liever eerder. Ja. En wat is het leukst geweest in het afgelopen half jaar voor jou? Oh, die had ik even niet zien aankomen, die vraag. Het leukste is dat ik eigenlijk sinds kort ook bij een nieuw agency zit. Daar ben ik heel blij mee. Onder andere de agency van Hartwell. Oh. Anna Agency. En ik heb heel veel nieuwe platen gemaakt. Onder andere Nobody But You. Dat is je nieuwe single? Ja. En gaat er een nieuw album komen? Je zegt, ik heb heel veel platen gemaakt. Want je hebt natuurlijk twee andere nummers gemaakt ook. Die op 5 dagen gedraaid hebben, You and I in Perfect Storm. Komt er dan een heel album aan? Nou ja, zoals ik al zeg, ik kom nu 1 keer in het half jaar. En in een jaar heb ik best wel wat liedjes gemaakt. Ja. Dus als je zo alles op kan sparen, kan er wel een album aankomen. Bijna, ja. Maar wil je dat ook? Ik wil het wel, maar wanneer? Is dat de planning ook? Is dit in de pijplijn? Nee, nog niet helemaal. Oké, wel een beetje dus. Klein beetje. Oké. Ja, de plaat is heel bijzonder. Nobody But You stond onlangs in Maakt of Kraken. Dat was bij mij toen. En toen belde jij ook in. Ja, nee. Ik belde niet in. Hallo. Of je had ge-sms'd, toen hebben we jou gebeld. Ja, natuurlijk. Ja, ik werd ge-sms'd van door mensen. En hij is erin. Dus dan sms'je, maak het natuurlijk. Ja, precies. En toevallig, een van de vele sms'jes was dus jijzelf. En toen zei het is een hele bijzondere plaat van mij. Nobody But You. Klopt. Maar toen werd ik emotioneel. Ja. En dat omdat ik bijna moest huilen. Nu ga ik dat niet doen. Shit, nee. Jammer. Verdorie. Nee, maar mijn broertje heeft de plaat ingezongen. En ik had op dat moment dus net de plaat voor het eerst op de radio gehoord. Ja. Terwijl het dus mijn broertje was. En ik kreeg een brok in mijn keel. Weet je wel. En toen werd ik gebeld. En toen was ik wel bijna aan het huilen eigenlijk, ja. Dat vond ik bijzonder. Want je zei ook van, eigenlijk was het nummer voor een meisje geschreven. Nee, ik had het nummer samen met Tessa Rose Jackson geschreven. Ja. Maar het werd zo lief. En ik dacht, er moet gewoon wat meer power in. En mijn broertje zingt. Dus ik zei, Igor, kan je voor mij het liedje even inzingen? Ja. En dat had hij gedaan. En het platenlabel en ook ikzelf. Ik was sowieso enthousiast. Alleen, je weet het gewoon niet. Dus ik heb wel her en der nog rondgestuurd. Maar het verhaal is natuurlijk zo bijzonder. Dat je dat met je broertje kan doen. Ja, ja, maar zit dat verhaal in die track dan ook? Of doe je? Ja, ik heb het helemaal zo geschreven. Zodat het over broer en zus gaat. Oké, wauw. Dus echt een liefde, een sibling love. Ja, ja. En dan is wel mooi dat je je broer het dan inderdaad ook inzingt. Ja, nee, ja. Zeker. Dus ja. Eigenlijk heb ik het eerst gemaakt vader-dochter. Maar je vader kon niet zingen? Ja, zeker wel. Die kan ook zingen eigenlijk. Alleen mijn broertje ook. Wauw, tof zeg. En nu uiteindelijk is de plaat klaar. Is al gedraaid op 538 en op andere zenders ook. Wat ga je de komende tijd nog allemaal doen? Nou, ik sta op Tomorrowland. Te gek zeg. Oh ja, dat was een half jaar geleden was je hier ook. Klopt. Toen had je die booking net binnen. Toen was je er helemaal hyped over van. Ja. Maar toen mocht je nog niet vertellen waar het precies wel was. Wel achter de schermen. Ja, ja. Ja, we wisten het eigenlijk al wel, maar we mochten het ook niet zeggen. Dus ja, nee, ik wou het eigenlijk nu vragen. Maar ja, je zegt het nu zelf al. Ja, klopt. Echt gruwelijk, Tomorrowland. Is een van de mooiste dingen om te doen? Om te draaien? Ik denk het wel. Ik ben nu al heel erg zenuwachtig. En daar al heel veel mee bezig. En ik kan het misschien niet. Nou ja. Snap je wat ik bedoel? En waarom zou je niet kunnen? Je kan toch draaien? Ja, maar het is gewoon zo'n ding. Ja, ik vind het heel spannend. Maar ga je dan een extra show doen? Ga je alles uit de kast trekken om wat bijzonders van te maken? Ja, ik ga heel veel nieuwe muziek, eigen muziek draaien. Oh, wow. Ja. Maar is het voor jou een showcase om daar nog meer fans te krijgen? Ja, ook. Altijd eigenlijk, denk ik. Overal waar je draait, hoop je de mensen weer een stukje mee te krijgen. Ja, uiteraard natuurlijk. En verder nog toffe boekingen staan voor de komende tijd, waar je echt heel erg naar uitkijkt. Ja, ik ga ook weer een Azië-tour doen en daar heb ik ook echt heel erg veel zin in. Ah, dat is gewoon en lekker. En naar vakantie toe, jongens. Het zonnetje schijnt. Ja. Hey, we hebben nog een paar leuke dingen in petten, zoals dit natuurlijk, wat ook altijd in de avondploeg zit. Dat zijn de 538 vragen die niemand durft te stellen.
De vorige keer had je ze namelijk niet gekregen. Toen was je er mooi onderuit gekomen. Dus, maar dit is het moment om het nog weer een keer te doen. Weet je wat het is? Ja, ik weet het. Ik heb het wel in, toen in december. Januari, een jaar geleden gekregen. Nee, vorig jaar had je ze wel. Een half jaar geleden had je ze niet gekregen. Waarom niet dan? Ja, weet niet. Toen zaten Daniel en Ivo er gewoon. Dus misschien dat ze hier nog wat hadden gegund of zo. Maar je moet er nu wel enigszins weer aan geloven. Okay. Het is eigenlijk heel simpel. We hebben 538 vragen die niemand durft te stellen. En, zullen we 2 of 3 doen? We gaan 3 doen. 3. Dus een getal tussen de 1 en de 538. Nou, dan 25. 25. Die heb ik bij de hand. Heb je wel eens onder invloed op school gezeten? Dus onder invloed van alcohol, neem ik aan dan? Nou, jongens, nee. Nee? Dat is heel makkelijk. Saaien. Doos. Echt niet? Nee, ik ben echt heel braaf. Maar heb je HBO of universiteit gedaan of iets? Of, Ja, ik heb grafisch lyceum gedaan. Dus zelfs daar had ik niet gebloot. Moet je nagaan. Wow. Ondanks dat ik heel creatief was en ook geslaagd ben. Voorbeeldige leerling. Ja, wauw. Het volgende getal. 80. 80. Waar krijg je stijve tepels van? Zo. Ja, het staat er echt. Ik kan er niks aan doen. Wat als ik een man was geweest? Oh ja. Dan, de volledige vraag is, waar krijg jij stijve tepels / een harde lul van? Oh. Maar ik denk dat het laatste is voor jou niet van toepassing, denk ik. De verschrikkelijke vraag dit. Jongen. Van The Shining. Ja, precies. Even uitleggen. Ja, we waren net over, over films. En dat was een film die jij fantastisch vindt. Ja, daar krijg ik echt stijf tepels van. Van The Shining. Maar je bent natuurlijk ook zelf... Morgen in de Telegraaf. Ja. Nou, dan gaan we naar de volgende, de allerlaatste. 401. Oh, oké. Okay. Je heel veel scrollen. Ja. Maak het even lekker moeilijk. Ik heb hem eventueel al. Pak jij maar. Oké. Heb je wel eens een SOA gehad? Nee. Nee? Ik ging even nadenken, want ik heb me wel laten testen. Ja, oké. Maar ik heb het nooit gehad. Ja, ik ben echt heel saai. Echt heel erg braaf. Ja. Dat is top. Dat is alleen maar goed, toch? Dat ik het heb laten testen, betekent dat ik soms... Maar je had... uit de baan springen. Oké. Toch? Wat gebeurde wat gebeurde er dan dat je dacht dat je het had en je dus hebt laten testen? Niets speciaals, maar dan heb je wel eens... met iemand iets gedaan. Is heel kritisch dit, hoor. Ja, en die waren dus allemaal heel braaf. Alle 11. Zo, een gangbangertje gehad? Of, Nee, niet 11 tegelijk, maar in al die jaren. Oh, die manier al die 11. Nee, maar ik bedoel je. Dan heb je gelijk ook. Alles. Heeft wat wil je nog meer weten? Laten we nog een vraag. Doe nog maar een getal. Dan gaan we wel door. Ja, kan mij schrijven. Nee, je zit toch op de 400. Doe maar 422. 422. Oh, mooi. Dat is een mooie vraag. Hoe zou je dood willen gaan? Jezus. En ja, niet is geen antwoord. Nee, ooit gaan we dood. Dan is het wel... Ja, misschien tijdens een optreden. In het harnas. Ja. Zoals Mr. Cooper, zeg maar. Ja, onder andere. Dat je gewoon een grote gig, 50.000 man, en dan druk jij op play en dan... Laten we hopen dat het niet Tomorrowland is dit jaar. Laten we dat niet hopen. Daar sta je natuurlijk deze zomer. En je gaat nu richting de DJ-boef, want je gaat even een setje doen. Met natuurlijk je nieuwe single, neem ik aan. Ze loopt aan het DJ-boef, ja, ze gaat het natuurlijk doen. Gaan we richting... ze is er bijna. En gaan we lekker genieten zo vlak voor het weekend. Een groot applaus voor And I let you know my secrets, I tell you all my fears. And you give me every reason not to shed another tear. You're my everything forever. Ooh. And I just wanted to tell you. Ooh. Everywhere you go, I'm coming with you. Cause I'm never gonna need nobody but you. Even when you're low.
never did, you would find your way back home again. Every time I'm on your mind, I hope you know that I'll always be on your side. And I let you know my secrets, I tell you all my fears, and you give me every reason not to shed another tear. You're my everything forever. Ooh. And I just wanted to tell you. Ooh. Everywhere you go, I'm coming with you, 'cause I'm never gonna need nobody but you. Even when you're low,
Radio 538 luisteraar. De avondploeg met de gast. Live setje van Made in June.
de avondploeg luisteraar. En zojuist live in the mix, Made in June! Zo, wat een lekker setje zeg. Vonden jullie het lekker, jongens? Ik snap niet dat mensen hierop kunnen bashen, eigenlijk. Eerlijk ik was gezegd. Weer aan het zweten. Echt? Ja, maar het is zoveel. Je bent zenuwachtig. Je mixt live in de studio, 538, hallo. Hi. Mensen vergeten dat als ze gaan bashen. Dat is waar. Maar hoezo heb je het over bashen in één keer? Want waar komt dat vandaan? Nee, omdat ze zei van over dat setje van een half jaar geleden dat het toch wel wat negatief... Ja, heel veel commentaar. Ja, maar mensen beseffen niet dat je voor het eerst op de radio... Ze hebben geen idee. Nee, maar ook met dit, wat je net deed. Ik bedoel, ja, weet je, wat mij betreft er valt helemaal niks op de bashen. Want ik vond het echt heel relaxed. Echt cool. Echt lekker. Ja, zeker. Fijne platenkeus, goed gemixt. Dus dankjewel Made in June. En je nieuwe single is natuurlijk te vinden op iTunes. Nobody But You. Ga hem downloaden. En daarnaast 25 juli toch? Ja. Tomorrowland. Tussen 8 en 9 op het eilandje daar. Leuk. Eilandpodium. Kikker. Dus ga checken. Made in June. Ook download even Nobody But You via iTunes of andere kanalen. En tot voor over een half jaar, hè? Ik hoop het. Ja. De avondploeg.